Ik ben Werner Tonk. In september 2017 vertrok ik met mijn stalen tweemaster uit Medemblik voor een enkele reis van 200 dagen naar Nieuw-Zeeland. Niet via passaatwinden, maar door de zuidelijke oceaan. Golven van 15 meter, 50 knopen wind en dan ineens weer windstilte. Een ruige tocht, maar ook eentje langs bijzondere eilanden. Het mythische Fernando de Noronha. Het meest afgelegen bewoonde eiland ter wereld, tussen de Cunha. En als uitsmijter op de grens met de Screaming 50s, de Franse Kerguelen. Hoe is het om zo ver van de bewoonde wereld te zijn? En wat doe je als er dan een orkaan recht op je afkomt? Ik kom er bij de kustzijders over vertellen en laten zien. Op zaterdag 27 oktober. We zijn al 's avonds te gast bij de Koninklijke in Muiden. En je kunt vooraf mee eten met het Captain's Dinner. Kijk voor meer details op kustzeilers.nl. Schrijf je nu in, dan zien we elkaar de 27e. Ik heb er zin in.